Zo jongens, welkom bij de workshop presentatietechniek. Nou, jullie zijn chemisch HBO-studenten. En nou, jullie zullen misschien niet, zoals dit plaatje hier suggereert, staan bij grote wetenschappelijke congressen om daar te presenteren. Maar toch zullen jullie later in een werkbespreking of bij kleine, ja, wat meer meetings of apparatuur, zullen jullie presentaties geven. Nou, wat ik een beetje wil, is wat jullie handvaten geven van hoe bereid je nou een goede presentatie voor. En hoe geef je hem? He, zodat je dit stripfiguurtje weet te voorkomen. Dat is eigenlijk de truc. Nou, ik denk als ik jullie eerlijk vraag van wat is jullie beeld nou bij het doen van een presentatie. Dat eigenlijk iedereen wel een beetje het beeld heeft van. Oh jee, je staat eigenlijk altijd voor een groot publiek. Zenuwen soms. He, toch altijd wel een beetje zenuwachtig voor dit soort dingen. Moet toegeven, ik sta nu voor een camera. Ook ik voel hem wel weer eventjes. Het is altijd iets met PowerPoint, een laserpointer zoals ik er nu eentje heb. Formeel allemaal, die net dat wel een beetje de beelden zijn die mensen hebben. En ook vooral dit, ik ben geen goede spreker. En toch wil ik het hier met jullie over hebben, want jullie gaan uiteindelijk toch vaak presenteren. En het idee is om met die goede spreker te eindigen. Het is de bedoeling dat je verhaal goed overkomt. Hè? Dat je uiteindelijk je onderzoek goed kunt uitleggen. En als je daarin slaagt. Dan is je presentatie geslaagd. Is dat misschien wat minder spectaculair en vloeiend gegaan dan een gemiddelde cabaretier? Vast, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling niet. Formeel allemaal? Eigenlijk altijd. Ook al zeggen ze tijdens een werkbespreking, ah joh, het is gewoon een praatje, vertel wat voor de groep, het is allemaal niet zo formeel. Hou het altijd formeel. Wees beleefd, wees netjes, zorg dat je het goed hebt voorbereid. Want op het moment dat jouw presentatie goed en verzorgd is en jij daar goed en verzorgd bij staat, dan nemen ze jouw onderzoek goed en verzorgd en nemen ze dat serieus. Dus in die zin is het altijd wel degelijk formeel en bereid hem altijd goed voor. Geen vragen alsjeblieft, kom ik straks even op terug. Want ik vind stiekem eigenlijk wel dat vragen belangrijk zijn. Groot publiek, ik denk de meetings die jullie doen, zijn meestal voor een mannetje of 20. Heb je daar zenuwen van? Vast wel. Ik ben er trouwens van overtuigd, dit is een persoonlijke mening hoor, dat eigenlijk 90% van de zenuwen kun je handelen op het moment dat je hem goed strak voorbereidt. Op het moment dat jij een PowerPoint hebt die er verzorgd uitziet, die goed binnen de tijd past, etc., dan neemt dat al een groot deel van je spanning weg. Dus goede voorbereiding is key. Nou, hoe bereid je hem dan voor? Nou, allereerste plaats, die presentatie staat niet op zich. Een presentatie heeft een doel. Wat wil je met je presentatie bereiken? Wil je mensen informeren? Of wil je mensen enthousiasmeren? Of wil je mensen waarschuwen? Uit je resultaten blijkt bijvoorbeeld dat er toch een waarschuwing moet komen. Wat is jouw doel? Wat wil je met die presentatie? En voor wie doe je hem dan? Geef je hem aan vakgenoten? Dan ga je natuurlijk anders om met vaktermen. Als dat je bijvoorbeeld aan wat breder publiek je presentatie geeft. Dan moet je misschien ook wat meer uitleggen. Nou, als je dan zo'n presentatie maakt. Hè, de voordracht zie je hier onderin. Dat is maar een deel van de presentatie zelf. Over het doel kun je natuurlijk gewoon thuis goed over nadenken. Wat wil ik nu echt vertellen? En welke slides horen daar dan vervolgens bij? Hè, welke figuren laat ik wel zien? Welke laat ik niet zien? En hoe ga ik van figuur naar figuur? Dus hoe praat ik al die figuren aan elkaar? Dat is je verhaal. Nou, dit hele stuk kun je goed zelf voorbereiden thuis. Uiteindelijk hou je dit dan als voordracht over. Nou, wat is dan je doel? Wat wil je vertellen? Wat is de kern van mijn verhaal? En aan wie ga ik het vertellen? Superbelangrijk. En je ziet ook dat heeft een aantal punten. Hier zie ik mijn doel. Er is trouwens een onderzoeksdoel en je hebt een presentatiedoel. En die zijn niet altijd hetzelfde. En je onderzoek is vaak veel groter als dat je zomaar even vertellen kan. Dus je moet je vaak beperken tot je presentatiedoel. Hou die twee goed in de gaten. Bij zo'n presentatiedoel heb je een bepaalde verwachting. Mensen komen daar met een bepaalde verwachting en je hebt een reden om dit onderzoek te geven. Het kan bijvoorbeeld zijn, die reden kan bijvoorbeeld het informeren zijn. Maar bijvoorbeeld ook, stel je meet het loodgehalte in grond. En je kunt bijvoorbeeld verwachten dat die loodgehalte een verhoogde concentratie heeft. En dan zit je natuurlijk aan normen vast. Dus die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Om dat goed aan het publiek uit te leggen, is daar kennis voor nodig. Nou, praat je voor vakmensen, dan kun je gebruik maken van de vaktermen. Maar is dit bijvoorbeeld voor een gemeente,
Ja, dan zul je dus ook iets met die loodgehalt en je meetmethode, zul je dat extra moeten uitleggen. En hoe bouw je hem op? Welke methode gebruik je? He, welke analysemethode heb je gebruikt? Maar ook hoe heb je je onderzoek aangepakt en hoe bouw je dus ook je presentatie daarin op? Al deze onderdelen komen hier aan bod. Dus dit is iets om goed over na te denken. Hoe beter je je doel neerzet aan het begin, hoe fijner het is om je presentatie te volgen. Ja, dan moet daar inhoud komen. Dat zijn de figuren. En eigenlijk voor ons toegepaste wetenschappers is dit de kern van ons verhaal. He, voor ons zijn die figuren superbelangrijk. Dat is onze inhoud. Allereerst moet je een selectie maken. Welke figuren laat ik wel zien en welke figuren laat ik niet zien? En leer vooral schrappen. Want in het onderzoek doen we veel meer. We maken veel meer figuren als dat we voor een presentatie nodig hebben. Dus leer ze eruit te pikken. Deze vertelt mijn verhaal wel. Deze vertelt mijn verhaal niet. Koppel hem dus terug aan het doel. Wat was het doel? En past dit figuur daarbij? Nou, ik heb grofweg 1 à 2 minuten per slide nodig. Ik moet toegeven, als er ingewikkeldere figuren zitten, dan heb je soms misschien wel 3 minuten per slide nodig. Dus als je een presentatie geeft van een kwartier, wat heel gebruikelijk is, een slide of 12 is dan vaak meer dan voldoende. Hè? Soms zelfs minder. Nou, ik heb hier nog staan PowerPoint of Prezi. Eigenlijk praten we altijd via met PowerPoint. Daar maken we onze presentatie in. Soms zie je ook nog wel eens andere media. Prezi is wat speelser. Het hangt een beetje van je doel af en van welk publiek je staat. Hoe moet het eruit? Nou ja, taalfouten moeten eruit. Vermijd te lange zinnen. Je wil voorkomen dat mensen heel lang gaan lezen en jou vervolgens niet meer horen of niet meer naar je luisteren. Duidelijk leesbaar. Het moet niet zo zijn dat mensen zo naar je presentatie zitten te turen. Kleurgebruik. Denk daarover na. Ik werk nu digitaal en het wordt direct gepresenteerd. Maar zou het met een beamer zijn? Ja, die beamer kan minder kleuren aan, dus dat is ook iets om in de gaten te houden. Leesbaarheid, met name tabellen. Ik kom daar nog later op terug in het volgende stuk, in deel 2. Maar een tabel kun je vaak vervangen door een staafdiagram. Ik zal in het tweede deel daar een voorbeeld van laten zien. Als je alle figuren hebt geselecteerd en je hebt heel duidelijk voor ogen, ik wil dit figuur laten zien, dit figuur laten zien, dit figuur laten zien, dan moet er een logische opbouw in zijn. Je moet als het ware van figuur naar figuur kunnen praten. En hou daarbij wederom het doel voor ogen. Wat wilde je je publiek vertellen? Dus een logische volgorde. Zorg dat je op tijd bent. Ik heb daar zelf heel sterk. Als ik weet dat een presentatie 10 minuten duurt, dan let ik ook maar 10 minuten op. En alles wat daarna komt, dat pak ik blijkbaar niet meer op. Dan ben ik afgeleid. Dus tijdsplanning in een presentatie is superbelangrijk. Zorg dat je dit oefent en dus ook test. Overzicht van een slide. Nou, bij langere presentaties zou ik even een overzichtje geven. Ik ga eerst dit behandelen, dan behandel ik dat. Daarna gaan we daar naartoe en ik eindig met mijn conclusie. Voor kleinere presentaties is dat vaak niet nodig, omdat die opbouw eigenlijk altijd wel vast ligt. Die ligt bij alle presentaties. Is dat dezelfde volgorde? Het publiek weet dat ook. Dus dan kun je dat besparen en kun je daarin tijd winnen voor zaken die jij wel wil uitleggen. Testen, oefenen. Je merkt het echt op het moment dat mensen geoefend hebben. Met presentaties worden er echt veel beter van. Als je het voor jezelf vertelt, aan de keukentafel, in huis, dan kun je vaak de verhaallijn heel goed oefenen. Het is wat lastiger om de tijdlijn te oefenen voor jezelf. Vraag dan een collega of zet jezelf echt even in een lokaal neer met zo'n vaste setting, zodat je je tijdlijn beter kunt oefenen. Verbeteren, opnieuw aanpassen, zorg dat je er iets moois van maakt. Nou, bij de voordracht zelf doen, zit nog wat, op de dag zelf kun je ook nog wat voorbereidingen treffen. Ik vind het vaak belangrijk dat ik net iets netter gekleed ben dan dat ik normaal ben. Nou, ik ben docent, ik zal niet snel een jasje en een dasje aandoen. Ik ben geen vertegenwoordiger. Vertegenwoordigers moeten dat overigens wel, die hebben daar geen keuze in. Maar ik zorg dat ik net iets netter gekleed ben, want ik wil mijn publiek serieus nemen en ik wil dat ze mijn onderzoek serieus nemen. Daarom net even wat netter. Moet me er wel comfortabel in voelen natuurlijk. PowerPoint, test ermee voor op locatie. Soms werk je met een Mac, soms werk je met een Windows machine. Dat met soms net niet lekker, test ermee even. En dan helemaal als er filmpjes in zitten, want dat staat zo niet lekker op en je wil eigenlijk niet je presentatie kwijtraken aan technische details. Weet ook wanneer je bent. Als je na de lunch bent, dan kakken mensen wat in.
Dat is helemaal niet erg. Maar als je het van tevoren weet, dan maak je daar misschien wat minder zenuwachtig over. Podium. Wanneer je staat te presenteren voor een podium, bij een grote meeting bijvoorbeeld, vraag even of je dat podium een beetje mag verplaatsen. Ben je iemand waarvan je die veel beweegt, die ruimte nodig heeft, die veel loopt, dan wil je misschien wat meer ruimte om je heen hebben. Sta je achter een lesnaal zoals ik nu, en het bevalt je heel fijn, dan vraag ik of dat naar wens is. Laserpointer, ik heb hem in mijn handen en ik ga er alweer mee spelen, dus ik moet het eigenlijk niet doen. Maar anderen vinden het juist heel fijn, omdat ze dan tenminste iets in hun handen hebben. Microfoon kan ook, zeker als de zaal wat groter is, dan ben je wat moeilijker te verstaan. Dan hoef je daar tenminste niet, dan ben je daar niet door verrast, dat is de truc. Speakbriefjes, dat vind ik wel even een dingetje. Hou ze niet in je handen. Wat je dan krijgt, is dat mensen zo dat speakbriefje helemaal gaan voorlezen. En dus niet meer naar de camera of naar het publiek kijken. Een speakbriefje naast je laptop neerleggen, dat is geen enkel probleem. Want op het moment dat je naar de volgende slide wil, is het helemaal niet erg om even naar het speakbriefje te kijken en dan weer door te gaan. Eén tip van mij, dus tegen de zenuwen. Ik heb het zelf gehad dat mijn presentatie te goed voorbereid werd en dat ik op de dag zelf nog mijn presentatie nog extra doorlas. Dat wekte alleen mijn zenuwen in mijn hand. Wat je dan gaat doen is, dan ga je heel erg focussen op details. Terwijl dat het publiek wat naar jou luistert veel meer geïnteresseerd is in de grote lijn. En bij details heb je constant het gevoel, oeh, als ik het me niet vergeet, oeh, als ik het me niet vergeet. En dat maakt je alleen maar zenuwachtiger, terwijl dat het uiteindelijk voor de presentatie helemaal niet erg is. Mocht je toch belangrijke details vergeten zijn, ook geen man overboord, dan komen daar wel vragen uit vanuit de zaal. En die kun je dan ook gelijk beantwoorden. Nou, bij hem doen, accepteer spanning hoort erbij. Ook bij mij geldt dat, spanning hoort erbij. Vaak bij een meeting word je ook aangekondigd, hè, next speaker, hier Karsten Kaspers. Moet je dan jezelf nog voorstellen, want dat is eigenlijk al door de voorzitter gedaan. Nou, ik vind het zelf altijd wel prettig. Hè. Beste dames en heren, mijn naam is Karsten Kaspers, ik werk bij Hogeschool Leiden. Dat zijn zinnen die ik altijd wel uit kan spreken. En op het moment dat ik spreek, dan voel ik meestal bij mezelf de spanning al wel wegeppen. Dus dat is een goede truc, stel je gewoon voor. Dan praat je al, zit je al een beetje in de flow en vaak glijdt dan de zenuwen wel weg. Het is altijd formeel. Ook bij een werkbespreking is het formeel. Dus let op dat je geen nonchalante houding weggeeft. Ben jij nonchalant, dan nemen ze je onderzoek nonchalant en dat wil je uiteindelijk niet. Dus geen handen in je zakken, blijf beleefd, neem het serieus. Pas op met verkleinwoordjes. Ja, dit figuurtje hier, nee. Nee. Je hebt het gewoon serieus gedaan. Het is een serieus figuur. Wees serieus over praten. Mocht je een vrij hoge stem hebben, stem verzwaren, reikt verder vaak, zodat je niet je stem hoeft te verheffen. Dat is misschien een trucje voor veel mensen. Ik vind het heel fijn om te lopen. Ik kan dat nu niet omdat ik voor de camera sta. Maar normaal gesproken dan loop ik graag. Dat past helemaal bij mij, dus ik zorg ook voor dat ik dat kan doen. Mocht je het moeilijk vinden om publiek aan te kijken, je kunt ook over de hoofden heen kijken en naar de muur daarachter. Dat was misschien een truc. Ik zelf kan dat niet. Dat was misschien voor jou een fijne truc. Speakbriefjes, leg ze naast de laptop neer. En ik ben geen goede spreker. Nee, stiekem komt mij daar ook natuurlijk helemaal niet voor. Ze komen voor jouw onderzoek. Daar zijn ze in geïnteresseerd. En als jij dat helder kunt overbrengen met een goede PowerPoint, goed verzorgde slides en een goed verhaal, dan is jouw missie geslaagd. Oh ja. Pas een beetje op met humor. Soms is het super fijn om een grapje te maken, want dan is het hele publiek weer even wakker en is men weer scherp en alert. Dus als je dat kan of het gebeurt spontaan, helemaal top. Echter, op het moment dat je het gaat plannen, humor vereist timing, kennis van je publiek, dat soort zaken. Je moet zelf goed in je vel zitten. En meestal ben je zelf gespannen. Daardoor is je timing niet allemaal vlekkeloos. En je publiek ken je ook nog maar net. Dus vaak heb je dan dat zo'n grapje net niet overkomt. Nou, als je en dat zie je dan ook in het publiek. Nou, als je nog niet zenuwachtig was, dan ben je het dan. Dus wees daar voorzichtig mee. Moet je het online doen? En tegenwoordig moeten we dat steeds vaker. Dat we via Teams een presentatie moeten geven, et cetera. Zorg dat je het programma kent. Zorg dat je weet hoe Teams werkt of Skype werkt. Nou, al die andere programma's die ook ronde doen, zorg dat je ze van tevoren even kent. Dat je daar niet door verrast wordt van, hé, waar staat het ook alweer? Hetzelfde als een filmpje in de PowerPoint, bereid dat soort dingen gewoon voor en zorg dat je het kent. Ook hier,
Jij wil dat je serieus genomen wordt, je wil onderzoek serieus genomen worden. Zorg dus ook online voor dat je gewoon correct gekleed bent. Dat zet jou alvast in een goede mindset en dan presenteer je uiteindelijk ook beter. Rustige achtergrond die niet afleidend is, zeker in het zakelijk gedeelte. Maak je presentatie nog korter als dat je hem publiek zou, als dat je hem fysiek zou doen. Ik merkte zelf ook, na 20 minuten online is mijn concentratie weg. Omdat het is gewoon veel intensiever om daarna te luisteren en daarna te kijken. Dus zorg er echt voor dat je je presentaties korter maakt als dat je normaal gesproken zou doen bij een fysieke presentatie. En als je een schrijfpad gebruikt zoals ik nu, dan is dat zeker een aanrader, want je kunt bijvoorbeeld dingen aanwijzen. Het is altijd wel fijn om echt naar publiek te kijken, om te zien wat hun reactie is, hoe ze op jou reageren. Vraag ze dus om de camera aan te zetten, als dat enigszins mogelijk is. Nou, ik wil het straks hebben over moeilijke figuren. Hè, dat is deel 2. Maar voor nu, even een paar tips. Het is dus niet erg om bij een moeilijk figuur even dat ding neer te zetten, te lezen. Dan heeft het publiek namelijk tijd om zelf even een beeld te vormen van dit figuur. Voor jou is het gesneden koek, je hebt het ding gemaakt, je hebt het is jouw onderzoek. Dus jij weet precies wat er staat, maar het publiek ziet het voor het eerst. Gun die even een tijd om daar zelf een beeld van te vormen. Help ze dan ook mee om naar het figuur te kijken. Wat staat er op de x-as? Wat staat er op de y-as? Wat is de kleuren die je gebruikt? Voordat je meteen de interpretatie opschiet. Hè, dat is meestal een grote valkuil, dat mensen meteen beginnen te interpreteren. Ik zie dit en dan komt er dit en dan komt er zus. Laat eerst even zien wat er überhaupt te zien is. Dat stelt mensen gerust. En dan hebben mensen zelf ook een beeld voordat je doorgaat. Als je kan, beëindig je je figuur met een kern. Als jullie dit onthouden, dan ben ik helemaal happy. Conclusie. Zorg dat je daar op tijd bent. Ja, je wil niet dat je opgehaast hier naartoe moet. Mocht je toch je presentatie te lang hebben gemaakt, schrap dan delen uit de resultaten en ga op tijd naar de conclusie. Als dat je heel snel door die figuren heen gaat, je gunt dan het publiek niet meer de tijd om daarnaar te kijken. Mensen raken verward en je raakt ze in principe kwijt. Tot dan toe had je ze nog en dan raak je ze kwijt. Dus dat is zonde. Als je ze tot dan toe hebt, ga dan naar de conclusie. Dan kun je het daarover hebben. Kom terug op je doel. Je doel is het belangrijkste deel. Dat is namelijk wat je je mensen wil vertellen. Kom daar dus op terug. Mijn ervaring is, in 10 minuten kun je eigenlijk maar één echt punt echt goed maken. Je ziet vaak een hele waslijst aan conclusiepunten in een presentatie van 10 minuten. Ik vind het altijd een beetje raar. Ik denk als er 2-3 punten staan, is het meer dan genoeg. Meer kun je de mensen toch niet vertellen. Nooit nieuwe gegevens. Klinkt heel logisch, toch gebeurt het veel. En dat komt, als onderzoeker heb je je onderzoeksdoel in je hoofd. En daar je hebt vaak veel meer onderzocht dan dat je vertelt. En dat wil je dan toch soms even opschrijven bij de conclusie. Maar omdat je het niet verteld hebt in de presentatie, komt dat voor het publiek uit de lucht vallen. Dus dat is vervelend. Let er dus op, dat wat je in je presentatie gebruikt, dat komt in de conclusie. Geen nieuwe gegevens uit je onderzoekswerk. En als het kan, geef ze een take-home message mee. Jongens, als jullie dit van mijn presentatie hebben onthouden. Vragen. Ja, die wil je juist. Dat klinkt heel gek, want ik weet dat jullie zenuwachtig zijn, gespannen zijn. Je zit daar ook vaak, zeker als beginnend student, tegenover mensen die vele malen meer werkervaring hebben, vele malen meer weten dan jij. Dus het beeld krijg je toch een beetje, ja, wat weet ik nou eigenlijk? Nou, jij hebt dit onderzoek gedaan. En ze zitten er omdat ze geïnteresseerd zijn in wat jij gedaan hebt. Dus jij weet wel degelijk een hele hoop over dit specifieke onderwerp. Dus men komt daarvoor. Dus die vragen die wil je ook juist. Want wanneer hebben mensen vragen? Als ze het verhaal begrepen hebben en als ze geïnteresseerd zijn. Als jouw presentatie zo snel ging en zoveel slides hebt laten zien, dat mensen je verhaal kwijtraken en ze je niet meer begrijpen, dan zullen ze ook geen snel vragen stellen. Niemand gaat een vraag stellen van ik zal wel dom overkomen, ik heb het eigenlijk niet zo goed begrepen. Dat doet men niet. Dus als mensen vragen hebben, dan hebben ze je verhaal begrepen. En ze zijn geïnteresseerd, ze willen meer weten. Dus het is eigenlijk een compliment. Beschouw het ook zo. Dus zorg er ook voor dat je daar voldoende tijd voor hebt. Dat er ruimte is voor vragen, dat er ruimte is voor discussie. Probeer tijdens de presentatie het maken daarvan al in te schatten welke vragen kan ik wel verwachten,
Welke kan ik niet, welke zal ik niet zo snel kunnen verwachten? Zodat je er alvast op anticipeert. Dat als er een vraag komt uit de zaal, dat je ook meteen een antwoord terug hebt. Het kan ook heel goed zijn dat je die vraag krijgt en dat je denkt, ja, die weet ik even niet. Parkeer hem dan. Het kan zijn dat je zegt, ik kom er straks later op terug, want ik weet het nu even niet. Het kan zijn dat je het ook echt niet weet, omdat het een vraag is uit een ander vakgebied. Bluff je er in ieder geval nooit uit. Als je het niet weet, dan weet je niet, geen man overboord. En hou er rekening mee als het verhaaltje heel interessant was, zeker bij het grote publiek. Er zijn altijd mensen die heel erg geïnteresseerd zijn, maar niet zo nodig aan plan publiek die vraag te stellen. Die zullen je later opzoeken bij bijvoorbeeld de koffie of de lunch of dat soort informelere momenten schieten ze je aan. Dat is alleen maar leuk en dat is eigenlijk waarvoor je natuurlijk die hele presentatie gedaan hebt. Dus geniet ervan. Dit was het voor nu en veel succes met het voorbereiden van de presentatie. Tot kijk!